Heb jij Depay een gakbal op hun donder gegeven? Dat ze jouw diepteloopactie niet op waarde schatten en jou niet alleen voor de keeper zit. Tijani, heb je een leuke dag gehad gisteren? Ja, zeker. Bijgetankt? Ja, even weer de familie gezien. Kleintje gezien, dus ik kan weer door nu. 8 uur terug in het hotel, hè? En dan samen naar Frankrijk kijken? Ja, ja. Dus, vond je ervan? Ja, eigenlijk een beetje wat ik had verwacht. Oostenrijk natuurlijk ook een ploeg wat, wat niet verkeerd is. En Frankrijk het ook moeilijk heeft gemaakt. Schok je ervan, Oostenrijk? Die waren sterk, hè? Nee, niet eens. Oostenrijk heeft ook spelers waarvan je weet, nou, die spelen op een hoog niveau. En ja, dan is het mooi om te zien hoe wij onszelf daar straks tegen kunnen weren nadat we tegen Frankrijk hebben gespeeld. Ja, dan het beste moment van de wedstrijd. Of ben ik dan te opportunistisch? Ik denk iets te opportunistisch, ja. Maar wat dachten jullie toen dat gebeurde? Lewandowski weggevallen bij Polen en nu dit? Ja, ik denk zelf dat het wel goed gaat komen met Mbappé qua fitheid. Alleen misschien dat we hem straks wel met een masker zien. Heb je hem er liever wel of niet bij, die Mbappé? Ja, eerlijk gezegd maakt het me niet zo heel veel uit. Zoals we net al zeiden, ze hebben volgens mij best wel een aantal hele goede aanvallers. En los van aanvallers ook gewoon een heel goed team. En natuurlijk is Mbappé een supergoeie speler waar we ons gewoon goed tegen moeten wapenen. Maar we zijn niet bang voor... We zijn voor niemand bang, dus als hij erbij is of niet, dat maakt mij niet zoveel uit. De laatste 3 goals kwamen tegen uit dode spelmomenten, hè? Corners zelfs allemaal. Wat gaat daar nou verkeerd? Ja, daar hebben we het. Ik heb het er toevallig gisteren nog over gehad met een aantal jongens en ook wat mensen van de staf. En daar gaan we ook rustig naar kijken om weer eens te kijken van waar kunnen we het nog net even iets bij sleutelen, zodat we die corners niet tegenkrijgen. Maar is daar nog tijd voor in het toernooi om daar nog rustig aan te sleutelen? Ja, meer dan genoeg tijd, denk ik. We hebben heel veel tijd in het hotel met z'n allen te praten over voetbal en over de goals die we tegenkrijgen, de goals die we maken. Maar ik denk dat we er niet een te groot ding van moeten maken, omdat we ook een hele hoop corners en standaard spelvattingen wel gewoon supergoed hebben verdedigd. De oudere spelers willen dat de jonkies ze corrigeren. Heb jij Depay een gakbal op hun donder gegeven? Dat ze jouw diepteloopactie niet op waarde schatten en jou niet alleen voor de keeper zit? Ja, maar op een normale manier. En uiteindelijk werd het ook teruggehaald in de rust dat daar ruimtes lagen. En dat hoeft niet altijd op een boze manier. En iedereen doet zijn uiterste best. En soms wordt het net niet gezien omdat het ook zo snel gaat. Maar dan laat ik of laat een ander het wel weten van... Hey, de ruimtes liggen daar of als je me daar kan vinden, zoek me dan. Dus dat is op een goede manier gebeurd, ja. Keep it.